En hallo mensen, spreken we weer een nieuwe video. Vandaag spelen wij Call of Duty Challenges. En ik heb vandaag zelf een challenge verzonnen, omdat er nog niet zoveel challenges zijn achtergelaten. We gaan proberen zoveel mogelijk knife kills te halen. Ik zou even een bot doen. Ik denk dat we gaan proberen de 5 knife kills te halen in een potje Domination. En dan gaan we proberen gewoon knife kills te maken. Het enige wat we hebben is dus dit knife ding. Zo pam, pam, pam. Ze moeten naar ze toe komen en dat is pittig lastig. Zo close, hè. Zo close. Ik heb wel grenades, dus dat is wel chill. Maar ik mag daar geen kills mee maken. Die worden er gewoon afgetrokken. Dus... waar zitten ze? Waar zitten ze? Ik moet rennen, rennen, rennen. Oh, zo close, hè. We moeten gewoon... ja, het is lastig dit. Het is echt lastig. Grenade across the map. Bam. En zo bijna dood, hè. Hij komt achter me aan. Ah, weer niet, man. Dit is lastig. Oh, dit potje gaat langzaam duren, want ze hebben alle vlaggen. Ze moeten even een vlag hebben. Nice. Nee. Wauw. Toch lijkt me gekild. Hier across the map, Semtex. Across the map, grenade, alsjeblieft. Nee. Oh my god, dit is zo lastig een knife kill voor mij. Want ik ben heel slecht in knife. Oh. Ik ben al blij als ik er geen haal. Bam! Payback. Backstabber. Oh, dat is ook echt een achievement. Cool. En zo, bam! Achteraan. Bam, jongen. Oh, kut, daar zitten ze ook. Oh, Semtex in je reet. Oh, kak dit. Echt klote. Oh, we hebben nu wel een UV, dus we zien wel waar ze staan. Ze staan in het huisje. Ik zie al wel. Bam, jongen. Nog een kill. Hop. Kom dan. Ze durft niet. Waar zitten ze? Oh, ik wil het van. Kut, achteraf. Oh nee, dit is zo jammer. Ik klikte gewoon op een knopje, want ik heb hier een muis. Er zitten allemaal knopjes op. Ik weet niet of die scherp stelde zo snel. Maar, en dan klikte ik gewoon op een knopje en dan gooi ik dit ding zo, bam. En dan, maar dan klikte ik in waardoor ik niet goed kon. Mike, wie? Waar zitten ze nou weer? Bam, bam. Ik heb wel al 2 kills. Dat is best wel, ik vind het eigenlijk wel best wel knap van mezelf. Granaatje bij. Oh, dat is jammer, dit is jammer. Ah, je moet eigenlijk zo'n stun grenade gooien, dan zie je ze even niets en dan kan je ze snel knifen. Dus je moet ze alle keer even stun doen. Oh, kut. Oh, shit. Holy mother of them. Waar zitten ze? Zou ik hier al die kills al kunnen pakken, man? Wow, we hebben alle vlaggen! Holy shit, ons team is goed. Oh, kut, ze zitten er weer op aan. Wordt er bij ons? Hè, pak! Oeh, ik pak even heel mooi die 200 punten. Oh, ik kan weer rennen. Wauw, ik kan niet meer rennen. Stamina zo, ik weet niet. Nee, ik heb geen dingen meer. Kut. Hier ligt een dood hondje. Rip hond. Run. Bam. Nog een knife kill erbij. Ah, ah. Kak. Nou, we hebben 3 kills. We hebben bijna ons ding gehad. En we hebben nog... de
eerste ronde zijn we nu in bezig. En hebben we al 3 kills. Oh wauw, we hebben de ronde ook echt verloren met 3 kills. Allemaal mijn schuld. Allemaal mijn schuld. Wauw. Het is echt allemaal mijn schuld. Oh, ik word ook echt net even gefinal killed en zo. Bam. Down. Leuk, gezellig en zo. Toppie. Maar we gaan gewoon lekker even door met de knife kills maken. Let's go. Snel pak deze vlag. Concussion out. Zit daar nog op? Kom dan. Nee. Waar zitten ze allemaal? Oh, die wordt bij mij. Kak. Shucky ducky. Wauw. Kom. Across the map shit. Kom. Wat gebeurt er nou? Oh. Ik moet nog 2 kills maken. 2 kills met mijn knife. Dan hebben we de challenge voor de toit. Maar hoe gaan we dit voltooien? Het kost hem een grenade. Oh shit, nigga. Oh, ik heb bijna een double kill. Met gewoon fucking knifeies. Het moet wel een beetje. Oh my god, ik stuur mezelf mee. Een beetje granaatjes gooien. Ik denk misschien is het leuk om hier te gaan liggen, maar zo te zien komen ze niet te hard. Nou, als we op de vlag gaan, dan doe ik wel mee hoor. Oeh, oh nee, nu zitten ze allemaal op zee, dan moeten we weer naar zee toe. Oh my god, waar spawnen ze nu? Wauw. Oh my. Dikke hell shit. Nee. Oh, sorry dat ik niet zoveel praat, maar ik ben ingespannen. Bang! 5e kill zit in de pocket. 5 knife kills. Het is ons geluk. Kunnen we er nog een leuk killtje bij pakken? Zo, dat doen we even. Geweldig. Ik vind het helemaal mooi. We hebben lekker 5 kills gepakt in het rondje. We hebben nog 2 minuten op de klok staan om dit potje mooi af te maken met een paar knife kills. Geweldig dit. Knife. Kijk, ik kan ook gewoon niet voelen. Je hebt echt alleen maar knives. Nee! Oh, ik had bijna nog met UV ook. Oh, dit is geweldig. Ik heb 6 knife kills gemaakt. Wow. Ja, granaatje erop. Ja, nu gaan we ook gewoon voor de objectieven. Oh, die pakken we er ook nog even lekker bij. Geweldig. Ik vind het helemaal mooi. Bam. Boom. Sheet. En nu zitten ze allemaal op A, oké. Kak, oh kak. Pakkie dakkie. Zitten ze nog op A? Waar zitten ze? Huppakee, nog een objective erbij. Oh, die werd even mooi door mijn neus. Orbital VSAT online. Objective almost complete. Now, we lost A. Nee, echt helemaal niemand? Oké, dan ga ik er wel op liggen. Alsjeblieft, kill me niet, 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 alsjeblieft.
En de UV. En een care package. Oh shit, nigga. Oh shit. Oh, oh, hij lag er zelfs. Oh my god. Mark Spawn, ik ga even een care package gooien. Gewoon omdat het keihard. Zo, so, en een UV. Alsjeblieft, ik vind het helemaal mooi. UV, kom maar. Ik weet niet waar je vliegt. Maar oké, okay, we hebben ook nog een gezellige care package. Oh my fucking god. Nee. We hebben gewonnen. We hebben dit gewonnen. Met knives. Onze challenge is voltooid. Challenge voltooid. Dat is helemaal mooi. We hebben de challenge voltooid. 6 kills. We moesten er 5 hebben. We hebben het gewoon gedaan. Dus dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Tot de volgende keer. Laat een challenge achter in de reacties. Als jij jouw challenge wil zien. En wil jouw challenge niet zien. Kijk je gewoon lekker de volgende keer. Bye.